Hoi, welkom allemaal bij dag 12 van die Femmeramber. De prompts vandaag zijn vogels en pockets. Voor het vogelgedeelte wil ik dit boekje weer gaan gebruiken, wat ik al eerder had laten zien. En voor de pocket heb ik een half plannetje. Nog niet helemaal, maar ik wil een pocket gaan maken met ruimte om te journalen erin. En dat wil ik, ik heb hier een stapeltje papier bij elkaar gezocht. Ik weet nog niet precies wat ik ga gebruiken, maar met in ieder geval dit boekpapiertje, waar ik meteen al lekker scheef aan begin te scheuren. Maar dat los ik wel weer op. En de pocket moet gevouwen worden, omdat ik het verborgen journalplekjes in wil maken. En dat ga ik dan straks onder die vouw doen. En daar is een beetje aan de brede kant mijn boekpapiertje, dus daar moet even aan allebei de kanten een klein stukje van af. Nu is die ongeveer 12 centimeter breed. En dan wil ik met dit blanco boekpapier wil ik aan de binnenkant dan beplakken, zodat je daar dan op kunt journalen. En deze scheur ik nu een heel klein beetje kleiner dan het eerste stukje boekpapier. Uiteraard, alle randjes worden beïnkt. Van zowel het blanco stukje papier als de beschreven pagina. En die plak ik dan mooi op elkaar. Nou, nog mooi de vouwlijn ook beïnkten aan de binnen- en de buitenkant. En als ik dit dan zo met op drie plekken vastlijm op een pagina, dan zou ik al een basispocket hebben met een flapje waar je onder kan journalen. Maar dat vind ik natuurlijk een beetje saai. En wil ik met dit scrapbookpapier, wat ik nog had liggen stuk, wil ik hem daarop plakken. En nu ik dan zo aan het kijken ben, denk ik, kan ook een tweede flap maken. Met daar dan weer eventueel een blanco achterkant op, dat je ook daaronder kan journalen. Dus dan heb je eigenlijk een dubbele pocket. Hier kan, dit wordt dan een pocket. En hoe ik deze scrapbookbladzijde straks op mijn journalpagina ga plakken, kan ook een pocket worden. En dan heb ik twee flappen waar ik dan onder kan journalen. Dus ja, dat ga ik doen. En het scrapbookpapier, dat snij ik eventjes. Scheuren, dit is vrij dik, wordt vaak niet zo mooi. Maar dat gesneden vind ik ook wel weer een beetje strak. Dus dan ga ik lekker met de distresser er grof langs op. Mag best wel een beetje rafelig worden. Vind ik leuk. En ook dat wordt weer aan alle randjes beïnkt. Want zeker bij dat scrapbookpapier komt dan zo'n hele witte laag tevoorschijn. En die wil ik graag weg hebben. Even passen. En dan ga ik deze op drie kanten. Dus de twee zijkanten krijg je een beetje lijm. En de onderkant krijgt een beetje lijm. En die plak ik dan daaronder aan op het scrapbookpapier. En dan even mijn flap. En dan zie ik, oh, er is een heel klein randje wat oversteekt. Dus dat schraap ik nog een beetje bij met de distresser. Dat is het voordeel als je dan zo met die rafelige randen werkt. Want dan kan je het zo een beetje oplossen. Anders moet je hem natuurlijk weer netjes bij gaan knippen.
En dan een mooie strakke vouw. Alleen hij flappert een beetje. Maar kijk, als je daar dus iets tussen steekt, dan blijft hij mooi dicht. En dan gaan we hier nog een boekpagina plakken. Zonder of een egale met niks erop. Om op te kunnen journalen. En ik heb die boekpagina niet helemaal netjes uitgescheurd, zoals je net zag uit het boek. Maar dat vind ik eigenlijk juist wel leuk. Dat mag wel. Dus ik scheur hem een beetje bij. Hij is iets te groot. En natuurlijk weer mooi die stressen met de inkt. En opplakken. En dan vouw ik hem dubbel om de vouwlijn te kunnen distressen. Maar daar maak ik een foutje bij, want de lijn was nog niet droog genoeg. En nu is die helemaal verschoven. Dus die moest ik even lostrekken, maar dat lukte gelukkig nog. En dan kan die zo, gaat die mooi dicht. En dan heb ik al een verborgen, twee verborgen journalplekjes. En dan wil ik hieronder nog een soort slotje maken. En nu is mijn cirkelpons die ik heb, de een is te groot en de ander te klein voor wat ik hier nu wil. Dus ik heb eigenlijk gewoon met mijn lijmstiftdopje een cirkel getekend en die knip ik nu uit. En helemaal gaaf zo'n cirkel uitknippen vind ik toch altijd een beetje lastig. Dus om dat op te lossen ben ik hier nu fijn buiten beeld de randjes aan het rullen. Waardoor dat eigenlijk niet zo meer opvalt dat ik hem niet super strak heb geknipt. En natuurlijk wordt hij ook bijgeïnkt, want dat hele witte uit het scrapbookpapier komt nou weer tevoorschijn. En die moet lekker bruin. En dan ga ik hem hier zo onderin, ga ik een splitpen zetten met een klein gaatje. En dan kan je hem zo opzij naar beneden schuiven eigenlijk, om hem open te maken. En dan omhoog schuiven om de flap te sluiten. Ik vind dat altijd wel heel leuk uitzien. En ja, dan is ook gelijk die flap mooi plat en dicht. Hier is mijn bakje met splitpennen. En dan heb ik zo'n heel mooi klein vierkant bronzen splitpennetje. Die wil ik daarvoor gaan gebruiken. Nou, mooi onderaan de rand erin. Kijk, en dan kan je zo naar beneden schuiven en omhoog er natuurlijk wel overheen. En dan sluit hij weer mooi dicht. Is die weer mooi dicht. Nou, ga ik nu opmeten hoe groot de tag die ik, hoe groot ik die kan maken. En die wordt ongeveer 10 centimeter breed bij 17,5 centimeter hoog. En die wil ik graag gaan maken van dit kasboekpapier. Het is kasboekpapier uit 1888. Echt een heel mooi oudje. En die voorste pagina is van 10 april en dan ben ik jarig. Dus die wil ik nog even bewaren. Maar ik heb een andere pagina gekozen en die ga ik nu op maat scheuren. 17,5 keer 10. Nou zo, even kijken, want beide kanten zijn mooi beschreven. Welke ik wil gebruiken is toch die met die rode strepen, omdat ook het rood steeds terugkomt in mijn ephemera voor die ephemerember. Heb ik die kant gekozen. En deze ga ik ook weer voor stevigheid, maar ook zodat ik op de achterkant kan journalen, ga ik hem op een blanco boekpapier plakken. Althans, deze kant is natuurlijk beschreven, maar de andere kant is blanco. En die wordt ook weer bijgescheurd op dezelfde maat. En dan wil ik nog graag de hoekjes bijwerken, zodat het echt een tagvorm krijgt en geen rechthoekige kaart is.
En uiteraard wordt ook dit weer beïnkt met Vintage Photo. Nou, eventjes passen. En dat gaat prima. Dan ga ik nu op zoek naar het tweede onderdeel van de prompt, vogels. Ik wil graag op de tag een vogel gaan gebruiken. En op de onderkant van de pocket, zeg maar, op dat boekpapier. En ik ben op zoek naar een beetje grote afbeelding, langwerpige grote afbeelding voor op de tag. En iets wat er leuk bij zou passen. Ik denk dat ik daar meer keuze in heb op het boekpapier, op de flap van de pocket. Dit is wel een mooie grootte, maar qua kleuren weet ik het niet helemaal. Dus ik ben ook meer op zoek naar iets langwerpiger, zoals die uil misschien. Prachtige plaatjes, ik kan zo genieten van vogelplaatjes. En dan kom ik deze roofvogel tegen. En die heeft wel een hele mooie vorm voor op de tag. Dus die scheur ik alvast uit daarvoor. En nou nog op zoek naar iets wat er leuk bij zou passen op die flap. En die uiltjes die hebben qua stijl natuurlijk wel passen die mooi bij een roofvogel. En ik kijk nog even verder of er nog, maar die zijn allemaal vrij groot die roofvogels. Maar welke zou ik dan kiezen? Op deze pagina staan in ieder geval 3 geschikte uiltjes. En die scheur ik even uit en dan ga ik ze uitknippen om te kijken welke ik wil gebruiken. Nou, dit is hem geworden. Ik heb deze gekozen omdat ze dus allebei, die andere twee, allebei dezelfde kant op kijken als de roofvogel. Dan zou ik ze onder elkaar krijgen, want anders kijken ze naar buiten en dat voelt voor mij niet goed. Ik moet altijd het papier inkijken of zo. En deze kon ik mooi schuin dus de ene links en de andere rechts. Dus vandaar dat het dit uiltje is geworden. En nu wil ik wat uit gaan proberen met de gouden verf. Want ook goud wil ik graag weer in deze ephemera terug laten komen. En dan doe ik met een kwast alleen de bovenkant wat verf op. En dan uit laten lopen. En bij de eerste vind ik het heel goed gelukt. Omdat ik natuurlijk wat verse verf erop. Maar iets meer mag bij die andere twee ook wel. En het komt heel leuk op het papier, vind ik. Dus ik vind het wel een leuk geslaagd experiment. Klein beetje verbind ik ze met elkaar langs de rand. Dan denk ik, ja, leuk. Nou wil ik dat ook gaan doen op de tag, op het kastboekpapier. Dus weer opnieuw wat verf erop. Omdat ik net mijn tafel ondersmeerde, toch maar even papiertje eronder. En dan probeer ik het zo. Maar het komt heel anders op dit papier. Dit is wat gladder papier dan op het boekpapier. En om eerlijk te zijn, wordt het vreselijk naar mijn zin. Ik probeer het nog een beetje te redden. Maar ik wrijf het er meer af dan dat het er mooier van wordt. Dus ik begin nu een klein beetje te balen. Ja, het is niet anders. Het zit erop. Dus ik haal het eraf. En nu ik dit zo van mijn acrylblok af aan het poetsen ben, denk ik, zou het niet leuk zijn om dan het er toch weer op te doen. En het er dan op te smorsen eigenlijk. Dus ik ga dat gewoon proberen, want ik vind het nu toch al niet mooi. Dus wie weet wordt het er beter van. Dus ik smeer het een beetje uit. En dan willekeurig stempel ik het er eigenlijk min of meer op. Ja, ik weet het niet helemaal, maar ja, het zit er wel lekkerder op dan zojuist. Maar heel denderend vind ik het helaas niet. Maar goed, het zit erop en ik ga het nu maar drogen. Kijken of ik het zo meteen nog wat, tot een geheel met de andere elementen kan maken. Nou, de vogels komen er weer bij. En ik wil hem toch wel heel graag daar een beetje opzij in die hoek, valk. En het uiltje dan rechts onder in de hoek. En dan ga ik kijken of ik met stukjes collage die gouden vlek
in ieder geval bij de valk wat kan verdoezelen. En om de stukjes terug te laten komen, ga ik dat ook bij het uiltje doen. Een beetje rondom het uiltje de wat oude papiertjes, stukjes die ik eerder in de andere Defamerember afleveringen al had gebruikt. En die in een bakje zijn beland. Die worden gepakt, theezakjes en oude boekpapiertjes. En die kan ik dan een beetje zo ook over die grote gouden vlekken verwerken. En dan hoop ik dat het nog wat wordt. Op zich die vlekjes zo onderin vind ik wel leuk. Maar dat hele grote gouden gevaagde daarbovenin, daar moet echt wat mee. Ook het rood wil ik weer wat meer terug laten komen. En daarvoor heb ik weer het verfstaaltje wat ik al vaker heb gepakt en stukjes van gescheurd. En ik denk, ja, dat is misschien toch ook wel leuk om bij het uiltje nog een heel klein stukje. Op zich vond ik de collage daar al wel naar mijn zin, maar een klein stukje terug laten komen geeft toch een mooi geheel, denk ik. Maakt het mooi in balans. En ik wil een topper maken bovenop, in een tapvorm. En nou heb ik wel tapstandjes, maar die vind ik eigenlijk wat te klein. Dus nu ga ik zelf een tapje maken. En misschien is dit ook een leuke voor als je ook geen tapstandjes of pons hebt. Die kun je gewoon maken met die notch en corner punch. Dus de notch punch, als je daar op de helft het randje van je papier zet, dan krijg je dus eigenlijk zo'n tapje aan de bovenkant, de vorm van een tapje. Ik vind hem de onderkant was iets te breed, dus daar heb ik een stukje afgeknipt. Maar zo heb ik een mooi tapje bovenaan mijn tag zometeen. Hij wordt nou een beetje distressed met de schaar. Dat deed ik weer zo vrij buiten beeld. Sorry. En nou ga ik alles vastplakken. Oh nee, eerst natuurlijk nog de rode stukjes beinkten. Want door het scheuren kwam daar ook weer zo'n spierwitte rand tevoorschijn. En ook dat gestreste tapje, dat moest ook nog een beetje bijgewerkt worden met de inkt. En nu ga ik alles vastplakken. En dit stukje boekpapier had ik bij mijn proefje zo met die witte rand naar buiten gelegd. Maar ik denk, dat is natuurlijk veel mooier om dat witte eronder de vogel te verstoppen. En dan dat je juist die tekst ziet. En dat heb ik met dat andere, dit stukje, ook net eigenlijk verkeerd neergelegd. Want die tekst is natuurlijk een stuk interessanter dan zo'n wit vlak. Dus die heb ik mooi even omgedraaid. En dan dat rode stukje. Ook om die grote gouden vlek wat te verdoezelen. Maar ook komt hij natuurlijk hartstikke mooi weer dat kleurtje terug. En dat theezakje wat ik ook bij de uil heb gebruikt wilde ik eerst niet. Maar nu denk ik, jawel, ik vind het toch wel leuk om die ook dan weer terug te laten komen. En ik heb hem toch liggen, dus hup. Mooi achter de vogel. Beetje scheef. Ja. Nou, en dan de vogel erop. Als een mooi focal point. Het tapje er nog even boven. Nou, gaan we door naar het uiltje. Want daar moet de collage ook nog vastgeplakt worden.
En omdat daar die boekpapiertjes en dat theezakje niet zo heel erg over elkaar heen liggen, kan ik mooi dat uiltje insmeren met lijm. En dan plak ik dat daar zo op. En dan zit dat meteen allemaal in één keer goed, zoals ik het graag wil. En dan kan je het hele, helemaal wat lijm geven. En dan zit die mooi in één keer op je flapje. Nou, nu eens even kijken hoe die in de pocket zit en hoe het staat. En dan denk ik, ja, die gouden gele vlek rechtsboven in de hoek, daar moet er nog iets mee. En dan denk ik misschien een stempel erop. Dus ik heb de Nature Lovers stempels weer gepakt. Van de Action zijn ze. En denk als ik nou die blaadjes, zo'n tak daarboven overheen stempel in het zwart en misschien daaronder dan weer terug laat komen. Dan los ik het misschien op. Dus ik ga het mooi bestempelen. Of beïnkt bedoel ik. Dan stempel ik hem daar overheen. Dus ook een klein stukje over de collage. En je ziet het op de film niet zo heel goed. Maar het is best goed gelukt. En dan doe ik hem hieronder ook nog een keer. Daar zit ook nog wel een lege ruimte. En als je de tag eruit haalt, ziet dat er ook nog leuk uit. En dan ga ik dat hier in de hoek naast het uiltje ook nog een keer doen. En helaas gebeurt dat, wordt die heel vaag. Dus ja, ga ik het opnieuw doen, dacht ik eventjes. Maar ja, hoe dan? Dan zit hij er gegarandeerd naast. Dus ik laat het maar even zo. Het is een vage afdruk van de blaadjes. En ik ben wel blij met de keuze om het te stempelen, want het ziet er wel leuker uit. Nou, die mooie verborgen journalplek. Hierachter journalen. Hey, nou zie ik daar nog die streepjescode van dat verfstaaltje. Dat vind ik toch niet zo leuk. Dus ik pak nog even mijn gouden verf. En ik schilder dat mooi goud aan de achterkant. Ik had daar ook al gemorst. Dus dan komt dat ook weer. Hoort dat gewoon zo bij deze. Even laten drogen. En dan kan die mooi in de pocket. Dit gaat hem worden. Zo laat ik het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb een klein beetje gestunt, maar ik denk dat het resultaat toch leuk is geworden. En dan wilde ik jullie nog vragen, als je het leuk vond, denk je dan aan het duimpje omhoog of een leuke reactie? En als je meer van me wilt zien, abonneer dan op mijn kanaal. Ik hoop jullie morgen weer te zien. Tot dan, doei doei!